Hallo, hallo. En hoe leuk is dit? Slapen gewoon in het Ushuaia Hotel. Ah, een ruggengraat van een naaktslak. Duurt lang. Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik raad waar ik ben. Ik ga weer eens een keer sporten. Ik denk niet dat ze me nog kennen daar. Cuploos hoofd, sporten dus bodypump. En daarna ga ik naar kantoor. Ik ga nog even langs de tennis vandaag. Nog een andere hele leuke afspraak. En later deze week ga ik naar Athene en naar Ibiza. Dus blijf vooral kijken. Next stop vandaag. Tens. Even mijn nageltjes laten doen. Het is voor mij echt altijd het feestje. Eén keer in de 3-4 weken ga ik meestal. Dus ik ga kijken. Ja, ik denk eigenlijk gewoon weer deze kleur gaan doen, want ik vind het gewoon heel mooi. Maar ik ga snel naar binnen. Zo naar het hotel. Daarna gaan we een yoga klasje doen. Super fijn. En mediteren. Nou, dit kan wel uit, want het is gewoon echt 30 graden hier. Dus ik ga straks snel omkleden in het hotel. En dan, ja, het is volgens mij echt een hele leuke groep. Best wel veel mensen. Dus volgens mij wordt het heel gezellig. We zijn er en we gaan dus logeren in Ushuaia. En ik ga even checken wat mijn uitzicht is. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Zo fijn. Hallo, hallo. Ik ben hier dus deze week op uitnodiging van Simba. Welcome to Ibiza. Oh, ik ga zo meteen kijken wat hierin zit, want ik moet een beetje haasten. Hier ligt namelijk een yogapakje voor me klaar. En we gaan, ik heb het al uitgepakt stiekem net, een yogapakje van Tribe Sports van Simba. Een Advanced Fitness Apparel Package. Dat ga ik snel aantrekken, want we gaan namelijk een yoga klasje doen. Ik heb mijn yoga pakje aan, zonnebril op, want volgens mij gaan we op het dak yoga doen. Ik ben er klaar voor. Hoe leuk is dit? Slapen gewoon in het Ushuaia Hotel. Altijd een keer willen doen. Shit, ik heb ook echt zo'n spierpijn van gisteren. Man, man, man. Ik ga dus een yoga lesje doen. Maar ik heb nog zo'n spierpijn van gisteren. Zitten doet alleen nog pijn. Net klaar met de yoga les. Ik zal even de naam van de yogaschool in beeld zetten. Want het is wel heel tof. Dat is een yogaschool uit Shoreditch in Londen. Mijn favoriete wijk. En zij zijn helemaal gespecialiseerd in yoga in ruimtes met specifiek licht. Dus of met pink of met amberkleurig licht. En dat amberkleurig licht is natuurlijk ook wat je, zeg maar, je telefoon op in kan stellen. 'S avonds als je in bed ligt. Of eigenlijk zou je dat gewoon sowieso na het, ja, laten we zeggen, na het eten zo moeten instellen. Zodat je telefoon geen blauw licht meer afgeeft. En we deden dus nu de yoga in zo'n amberkleurige ruimte. Ik vond het echt super interessant, dat ik nog nooit gedaan. Maar ik was natuurlijk wel weer degene die aan het einde van de les in slaap viel. Het dak van het Hard Rock Hotel en dan heb je een te gek uitzicht op Ushuaia. Kijk dan, heel cool. Onderdeel 2 van de eerste dag. We gaan nu een lesje mediteren krijgen. Nou, dat kan ik wel gebruiken. We hebben net een lesje gehad in allerlei dingen die goed zijn om te doen voordat je gaat slapen. Dus dat je echt, zeg maar, zelf een soort slaapritueel ontwikkelt. En ja, je weet wel, weet je wel, dat het allemaal waar is. Maar het is wel volgens mij echt super goed om dat ook echt te gaan doen. Want ik ben best wel een slechte slaper. Ik denk dat het ook door al die jetlags komt en zo. Ik wil hier wel echt actief mee aan de slag gaan. Want ik heb wel het gevoel dat ik heel slecht slaap. Daarom ga ik vanavond ook een speciaal horloge dragen. Zo'n smartwatch. Wat gaat meten hoe ik precies slaap. En dan ga ik ook morgen evalueren met een slaapcoach. Spannend. Ik ben wel heel benieuwd wat de feedback gaat zijn, om eerlijk te zijn. Ik ben inmiddels weer op mijn kamertje. En mijn matras is gebracht. Kijk, het Simba matras. Daar ga ik dus vanavond op slapen. En dan ga ik zo'n horloge krijgen en dan gaat dat alles dus meten. Dan gaan we dat morgen evalueren. Vanavond gaan we eten bij Pura Vida. Heel leuk restaurant. Ik ben er volgens mij wel eens een keer geweest, zitten aan het strand, als ik me goed kan herinneren. En daar gaan we vanavond weer verder met The Science of Sleep. Dat is het thema van deze persreis. En dan gaan we alles leren over de invloed van eten op slapen. Maar ik ga dus natuurlijk even het matras testen. Yay! Oh, eerste indruk. Even goed op me in laten werken. Kijk nou, zo'n sexy spiegel aan de zijkant. Nee, mijn eerste indruk van het matras. Jezus, dit is echt heel anders dan wat ik thuis heb. Het vormt gewoon ook echt helemaal naar je lichaam. Wat interessant dit. Ze hebben alleen het bed nog niet opgemaakt, zoals je kan zien. Volgens mij
zijn ze dat vergeten. Grappig. Ik heb net geleerd bij mijn mindfulness klasje. Kleur van beddengoed heel erg belangrijk is voor slaap. Paars is volgens mij aan het blauwe kant van het spectrum. Dus dat is niet goed. Je moet hebben gewoon wit. Geel tinten, rood tinten en oranjes. Dat is de goede kant van het spectrum. Ook trouwens voor licht in je slaapkamer. Maar goed, anyways. Man, ik kan hier trouwens misschien wel gewoon een aparte video over maken met alles wat ik heb geleerd. Kijk, er lag ook nog een press bag. Welcome to Ibiza. Hier zit allemaal informatie in. Een geurkaars. Smart water. Uit planten. Oké. Horen we straks vast nog meer over, maar interessant. Zo, dit wordt mijn outfitje voor vanavond. Sandaaltjes van La Zamani. Mijn Chloe tasje. Geel jurkje van... Wij hebben onze Sarah van vorig jaar. Zonnebril heb ik nog wel even mee, want het is nog steeds mooi weer. En dan ga ik snel naar beneden, want het is tijd om te gaan eten. Dinner time. Trek je het nog? Oeh, kijk, eten. Food. Goed. Kijk, ik zie rode lampen. Wat hebben we daarover geleerd? Oh, dat is niet goed. Ja. Nee, rood trigger. Net aangekomen bij het restaurant Pura Vida. Het is inderdaad waar ik dacht dat het was. En het is wel echt heel tof. Ze hebben het super mooi gedekt. En ja, we gaan dus leren vandaag over eten wat volgens mij heel goed is voor als je gaat slapen. We krijgen net namelijk ook een sapje met spinazie en allemaal lekkere gezonde dingen erin. Geen alcohol. Ik hoop dat we straks wel één glas wijn krijgen. Eén glas, dat zou wel echt lekker zijn. Maar het is zo mooi hier. Kijk dan achter me. Gek. Ik heb mijn Fitbit opgehaald. Ik ga nu gewoon slapen, net zoals dat ik normaal gesproken zou doen. Dan ga ik morgen dit armbandje weer inleveren bij Team. En dan gaan ze helemaal mijn slaap analyseren. En het gekke is, toen we net terugkwamen van het eten, toen was ik eigenlijk echt super moe. Toen had ik, denk ik, als ik toen in bed was gaan liggen, gewoon was ik, weet je wel, direct weg. Maar nu moest ik daar toch heel eventjes wachten. En nu ben ik volgens mij gewoon weer een soort of over mijn slaap heen. Ik zie daar dus een paar tijdschriftjes liggen. Dan denk ik al, goh, zou ik daar nog even in gaan kijken? Zal ik nog een kopje thee zetten of zo? Wat voor mijn slaapritueel? Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Nee, ik ga in ieder geval maar gewoon lekker in bed liggen. En dit gaan we testen. En ik spreek je morgenochtend. Morning, Ibiza. Kijk hoe mooi de zon. Oh, en die palmbomen. Net wakker. Geslapen met dit Fitbitje. Ik ga me zo inleveren. Ik ga lekker ontbijten. En ben natuurlijk heel erg benieuwd wat ik daar morgen allemaal over ga horen. Ik heb op zich voor mijn gevoel lekker geslapen. Maar of ik echt vast heb geslapen of whatever, dat weet ik eigenlijk niet. Matras ligt wel ook echt heel fijn. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik ga even ontbijten. Ik moet heel even werken. Want ja, weet je, dat gaat natuurlijk allemaal gewoon door. En dan om 11 uur begint het programma weer van het event. Dus ik heb er zin in. Heel leuk. Oh, het is fijn om weer hier in Ibiza te zijn. Simba dus ontworpen voor de business class. Oh my god. Airplane goals. Gisteren geleerd dat kiwi dus heel gezond is als het gaat om slaapritmes. En dit is gewoon kiwi sushi. Ik ga het even proeven. Kijk, met avocado. Mijn kantoor vandaag. Niet verkeerd, hè? Ja, dit is dan toch weer jammer. Mijn laptop is leeg. Dus ik heb het zwembad inmiddels verruild voor mijn balkon. Maar, heel eerlijk, ik vind het misschien nog wel mooier. Oh, heerlijk. Ik word echt gewoon blij van palmboomuitzicht. Lunchtime. En we zijn bij de Blue Marlin. Lekkere welkomstcocktail. We'll be right back.
de lunch bij Blue Marlin. Hele middag gechilled en stiekem ook een beetje gewerkt, helaas. Op het strand. En nu wordt alweer het diner klaargezet. Even onderdompelen in het nachtleven van Ibiza. Bij de Ushuaia. Lekker een omeletje laten maken, sloof koffie erbij. Hummus, avocado, zalm en natuurlijk kon het niet laten. Toch een beetje gewoon in Amerika op en zon in Spanje. En het ging op zich oké. Ik vond het eigenlijk een hele fijne les. Het schijnt een hele goede combinatie te zijn met body pump, wat ik vaker doe. Ik ga nu snel naar Sticky Fingers, want daar heb ik afgesproken met Nikki, onze vormgevingsstagiair. Die heeft haar scriptie ingeleverd en die heeft ze waarschijnlijk gehaald. Dus dat is super cool. Moet natuurlijk gevierd worden en mijn Sticky Fingers zit naast mijn sportschool. Heel fout. Maar ik denk dat ik natuurlijk wel even een klein taartje ga eten. Vieren dat ze het gehaald heeft. We gaan dus een merengue taartje delen. Cappuccinootje erbij. Nikki heeft ook een cappuccino. Lekker. Date night. En we gaan dus naar 533. Len is er ook gezellig bij. Lekker Italiaans eten. Ik heb er zo'n zin in. Dus we staan even op het taxietje te wachten. En dan gaan we die kant op. En ik heb trouwens mijn jurkje aan. Wat ik aan had op mijn boeklancering. Van L'Adresse. Ik dacht, omdat ik zoveel weg ben, ga ik iets leuks aantrekken voor Len. En chef Nadia staat in de keuken, net al even gedag gezegd. Cheers liefje. Op onze liefde. Zo'n leuk gerechtje ook dit. Want dit is echt geïnspireerd op die Siciliaanse streetfood. Wat we daar ook echt op de markt hebben gegeten vorige week. Frutti di mari, grote gamba erbij. Met aioli en een salsa verde. Oh, zo lekker. Good morning. Het is nog super vroeg. Ik zal hem niet filmen, maar dit is mijn schatje die nog ligt te slapen. En ik ben mijn koffer aan het pakken voor Athene dit keer. Kijk, Athene. Even campagnes produceren. Ja, ga zo vertrekken. 9 uur komt de Abel en dan ga ik op pad. Naar Abendal. Lang. Yay. We zijn net ingecheckt en we hebben echt een hele fijne kamer. Kijk hoe mooi met al dat marmer. Love it. Oeh, en deze beautyproducten zien er ook goed uit. Interessant. Volgens mij is het echt een Grieks merk. Gaan we natuurlijk uitgebreid testen. En dit is de rest van de kamer. Fijn groot bed en we hebben echt lachen uitzicht. Kijk dan, daar helemaal hier. Gewoon een of andere tempel of zo. Echt heel cool. En ontbijten gaan we dan op de rooftop morgenochtend. Maar zoals je kunt zien, het is nu best wel een beetje bewolkt. Het is aan het betrekken het weer. Jee, we zijn in Athene. En echt superleuk. Tegen ons hotel. We zitten trouwens in het Electra Metropolis Hotel. Is echt super, super mooi. Is nog maar net open. En tegenover ons hotel zit gewoon een locatie van Ergon. En dat heb ik toen in Thessaloniki ontdekt. Waren ze toen net open. En dat is een beetje zeg maar een deli, maar ook met een winkel erbij waar je allemaal lekkere foodproducten kunt kopen uit Griekenland. En dat is zo leuk! Dus we gaan even snel iets eten. Daarna gaan we even een rondje lopen door de wijk bij het hotel. En hopelijk misschien nog even lekker naar de spa. Dan gaan we vanavond weer lekker uit eten. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Oh man. Athene zit erop. We gaan terug naar het hotel. Morgen gaan we lekker de stad in. Ik hoop dat het droog blijft. Blijkbaar wordt het dus toch net geen lekker weer. Dat is wel heel erg jammer. Maar oh man, wat een gezelligheid hierachter. Echt zo leuk.
Maar nu tijd om te gaan slapen. Morgen vroeg op pad en dan gaan we echt een gekke city guide maken. We lopen terug naar het hotel. En kopen nog even een flesje water. En we zien daar gewoon een soort hole in the wall. Vintage, moet je mij horen. En we zien daar gewoon een soort hole in the wall dimsum tentje. Kijk hier, dit. Hier staat dimsum. Kun je het nu niet zien, maar... Oh my god, het ziet er zo leuk uit. Ik hoop dat het morgen open is. Oké. Niet schrikken, dit ziet er echt heel eng uit. Oh, het ziet er echt heel eng uit. Oké, ik ga het niet te lang houden. Ik had het beter eerder kunnen doen. Oké, het ziet er echt doodeng uit. Maar in ieder geval, eerste dag in Athene was heel erg geslaagd. We waren er pas laat, we waren pas rond een uur of zes. We hebben wijs lekker gegeten. Bij twee verschillende leuke tentjes geweest. En we hebben allemaal nog andere leuke dingen ontdekt. En ja, we gaan nu maskertje doen nog even. Even een beetje relaxen. Het is al best wel laat en we gaan nog even lekker Netflix kijken. Het is zo'n serie, Me, You, Her heet die volgens mij. Of Me, Her, You, zoiets. René, heet het nou Me, You, Her of Me, Her, You? Oké, de serie heet Me, You, Her. Echt gek, het gaat over zo'n stelletje en die gaan dan zeg maar trio's doen en het is echt heel grappig. De afleveringen duren ook maar 25 minuten, is ook gewoon chill om te kijken. Want weet je wel, niet gelijk dat je weer zo'n uur aan het kijken bent. En seizoen 2 is er. Dus dat gaan we zo kijken, samen in bed. Hier op de laptop. En dan gaan we morgen vroeg op pad. Ik heb er zin in, het is zo leuk in Athene, echt. Ah, je moet hierheen. Rustig. Goedemorgen, het is zondag en we zijn gisteravond net aangekomen in Athene om hier een nieuwe guide te maken. Wil je daar alles van zien, dan moet je ook de vlog van volgende week kijken. Ik ga deze vlog nu afronden. Thanks voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond met de avonturen die weer echt van Ibiza naar Athene gingen. Nog een dagje in Amsterdam. Echt weer een onwijze leuke week. Echt, I love my job. Thumbs up als je het leuk vond. Vergeet je ook vooral niet te abonneren op het kanaal. Zodat je echt geen enkele video mist. Want er komen ook weer nog heel veel andere toffe video's aan. Van Bangkok tot Hongkong tot Manila en de Filipijnen. Echt alleen maar toffe dingen. Die ga ik ook de komende weken uploaden. Dus houd vooral het kanaal in de gaten voor heel veel reisinspiratie. Again, thanks voor het kijken. En dan zie ik je volgende week vanuit Athene.